Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Noob tot Commander. En jongens, ik ben zo'n gigantische oetlul. Echt, ik heb het gewoon niet zelf meer in de hand. Ik weet niet wat mijn hoofd helemaal naartoe draait, maar het is niet goed in ieder geval. En nou ja, ik ben dus erachter gekomen hoe het hele system werkt van wapens unlocken en zo. Het hele unlock systeem, zeg maar, van Call of Duty Ghost. En ja, je hebt zeg maar deze hele quad, zeg maar. Dus al deze lui hier kun je allemaal unlocken. Kost enorm veel squad points. En ja, je speelt zeg maar. Echt, als je die kiest, die speel je dan zeg maar. En die level je dan ook. Het wordt niet verdeeld over de squads wat ik dus in eerste instantie dacht. En ja, ik heb deze stam gekozen omdat deze een vrouw was en is nu een man. Dus hoe ik dat heb gedaan, dat laat ik jullie zo meteen zien. Maar ja, dit is dus allemaal heel dom voor mij. Want nou ja, nou kan ik dus eigenlijk niet met mijn hele idee van Noob tot Commander doen. Dus wat ik nou heb bedacht is volgens mij keuze. Ja, je kunt ze zeg maar apart wel prestigen, zeg maar. Maar je kunt ze allemaal prestigen natuurlijk weken en jaren en dagen en eeuwen. Dus wat ik gewoon ga doen is ik ga deze Donut Movies ga ik tot het Commander level, zeg maar. Totdat hij gaat prestigen, zeg maar. Want je kunt je poppetjes prestigen. Tot het prestige point ga ik deze serie doen. En ja, dan is de serie, zeg maar, afgelopen. En ja, nou ja, met stam ga ik denk ik dat gewoon single online doen. Als ik met vrienden iets wil doen of zo. Dus aan enkel is het handig, aan de andere kant niet. Want we zijn al met stem bezig geweest. Dus we hebben al defector. We hebben deze al helemaal geupgrade. Dus ja. En dit vind ik echt een super vet wapen. Alleen ik moet nou dus alles weer op deze gaan doen. Echt, het is, oh my god. En volgens mij kreeg je die squad points of tokens, weet ik veel. Die kun je krijgen door te levelen of zoiets. Of door dingen te verdienen of zo. Maar ik heb werkelijk geen idee of dat zo is. En of je poppetje maar een bepaald aantal van die dingen kan krijgen. Maar in ieder geval, we gaan dus voorzichtig doen met die dingen. Dus ja, maar goed. We hebben dus nou de SA-80-5. We hebben de SC-2010. Dat is dat wapen wat ik zo fijn vind, wat op de ACR lijkt. ACR-130, wat ik trouwens ergens zei. Dat is een vliegtuigding volgens mij. Dus ja, laat dat ook maar even zetten. En dan hebben we de Bison. Dus ja, ik moet zeg maar compleet niet echt overnieuw gaan beginnen met deze. Alleen, ik vond het al zo vreemd, want op een gegeven moment wist ik dat ik rank 4 was bij deze. Alleen toen ging ik naar deze en toen was ik rank 3 of zo. Dus ik had echt zoiets van, de fuck man. Dus ja, het wordt per poppetje gedaan. Terwijl ik zoiets had van, nou, je hebt allemaal van die poppetjes en daar kun je uit kiezen of zo, weet je wel. Die moet je dan unlocken, zeg maar. Dan begin je met een heel slechte en dan kun je op een gegeven moment een heel cool poppetje krijgen. Alleen je kunt ze allemaal customiseren. Dus ja, je kunt zeg maar een crew samenstellen, kun je wel prestige en zo. Je crew kun je helemaal awesome maken. Dus het is een fantastisch systeem eigenlijk, maar ik had het niet door. Dus ja, ik ben lekker dom geweest. Maar goed, ik weet het nu, dus dat is in ieder geval mooi. Maar ja, we gaan vandaag gewoon even een potje spelen natuurlijk. Ik ga deze eens even bespelen, want nou, ik wil gewoon eens kijken hoe deze speelt, zeg maar. Dus gaan we dit doen. Ik weet nou ook hoe dit helemaal werkt. Dus ik weet nou in principe alles. Alleen, ja, ik zou trouwens dus ook met stam wat off-camera gaan trainen en alles. Zodat ik wat beter word in de game. Dus ja, maar het draait allemaal op dit poppetje genaamd Donut Movies. Deze moeten we gaan prestigen uiteindelijk. Dus ja, nou ja, op het prestige point. Dus level, weet ik wel, 60 of zo, weet ik wel waar het prestige level is. Het zal wel. Deze moeten we naar het prestige point brengen. Dus, play as squad member. Ja, oké. Okay. Ik vind het prima. Dus, nou, find match dan maar. Hè. Eens even kijken. Standard. Ik wil graag kill confirm doen. Ik vind dat een fijne game, hoor. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon, ja, het heeft wat. Ik vind het ook zo jammer dat er geen ground voor is. Dat valt mij nu pas op. Nou ja, het is mij eigenlijk een beetje zo tussen de bedrijven door opgevallen, maar oh my god, dat heb ik opgezocht waarom het niet eerst staat. En jawel mensen, het komt op de next gen console. Gefucking weldig, echt. My god, hey. Waarom nou weer op die next gen console? Ik zit er wel aan te denken nou om zo langs mijn land een Xbox One aan te gaan schaffen. Want ik ga straks gewoon helemaal niks meer met die 360 die ik heb. Ze hebben hier geen ground war op. En oh my god, echt. Nou ja, ik zie dan wel wat we allemaal gaan doen. Dus even kijken, we gaan in ieder geval vandaag met dit wapen spelen, want nou, ik ga maar gewoon eens een beetje kijken. Ja, hi meneer. En wat ik echt gehandicapt vind, wat mij ook is opgevallen toen ik de gameplays terugkeek, is dat je enorm snel doodgaat. En ja, dat is echt gewoon poep. Dus ja, daar had de King77 net ook al over, want ik heb die video's van hem gekeken. Toen werd mij het een en ander wel duidelijk. Dus ja, ik ben gewoon echt fucking OP dom geweest. Echt, kijk, dit bedoel ik dus. Ga gewoon dood, man.
Met je hoofd. Hup, jij ook dood. Hup, killed first play. Oh god, Jezus. Zit je dan? Zit je dan? Oh god, Jezus. Waar zat hij dan? Daarboven in het huisje. Yeah, boy. Dat doen we allemaal, want dat vinden wij leuk. Ik vind de game nog steeds fucking epic. Alleen, ik vind mijzelf gewoon nou oliedom. En dit echt, dit haat ik gewoon. Ik vind mijzelf zo dom. Echt, je hebt eigenlijk geen idee. Ik snap gewoon niet. Laat ook maar. Laten we gewoon de game gaan spelen en er gewoon over ophouden en er nooit meer over praten. Hoe vinden we dat? Ja, dat vind ik een goed plan. Dus even kijken. Ik vind de mappen echt super cool die in Ghost zitten. Echt stuk voor stuk. Ik vind sommige wel wat te groot, dat moet ik wel toegeven. Alleen, het enige nadeel op deze map is, je gaat zo snel dood. Dus even kijken. Er zit ook specialist in, heb ik gezien. Dus ja, ik heb me een beetje ingelezen in de hele meuk hier, zeg maar. Dus ik weet gewoon dat hier iemand zit gewoon. Ik weet het. Nee, oh, nou, mijn plek is niet van mij, doet. Nee, ik ga hier niet zitten, want dan word ik geïnstakeld. Nou, nu komen ze hier allemaal. Ja. Oh, dit bedoel ik dus. Je kunt je totaal niet verzetten. Als iemand op je begint te schieten, ben je gewoon dood. Gewoon fucking instakill hier zo. Ik vraag me af of dat ook met een hand kan het geval. Dus dat zou cool zijn. Het is leuk. Alleen, het is zo naait af en toe. Dus ik vind dat ze het moeten patchen. Want het is ongeveer bij, wat, 2 kill dingen of zo. Kijk, ik poonde hem niet echt met een handgun. Dat is wel naait. De handgunwapens zijn echt gewoon scheid met de hoofdletter S. Maar als je zeg maar de game gaat spelen, zeg maar, dan ja. Ik vind het allemaal een beetje. Godvertering, hé. Vinden we dit normaal of zo? Jezus, ik stond daar toch achter. Man, oh man, oh man. Ik ben niet boos of zo. Ik ben gewoon even gefrustreerd omdat ik mijn eigen hoofd gewoon niet kan geloven. Maar goed, we gaan de game spelen. We gaan lol hebben. Want nou ja, dat moet bij Call of Duty Ghost. Want de game is gewoon lol. Kijk, ik heb ook het gevoel dat ik wat te hard druk op de console dingen. Of op de trigger ding. Nou, ga dood jij. Met jouw bakkershoofd. Zo gaat het met jouw bakkers. Jezus. Ik vind dit wel een van mijn minst favoriete mappen hoor. Ik vind in iedere map even leuk, maar oh god, nee. Oh my god. Deze gun, die is gewoon scheid. Ik snap niet waarom ik die ooit heb gewoon. I don't even believe myself anymore. Ik snap gewoon niet waarom ik die gun. Kijk, deze gun. Oh my god. Ze moeten echt dat te snelle kill ding eruit halen, maar goed. Geen gereeds, geen gemok meer. Ik heb nou mijn statement wel gemaakt. Ik moet nou gewoon gaan verliezen het zoals gewoonlijk. G fucking G. Oké. Ik heb nog geen één keer. Hè. Oh, wat erg, Ronald. Oh. Oké, nou, we zijn al 8 minuten aan het lullen over helemaal niks. Dus we gaan maar gewoon eens even de game spelen. Eens even zien. De Honey Badger. Dat is een leuk wapen, de Honey Badger. Hoe kan ik die Honey Badger krijgen eigenlijk? Hoeveel tokens hebben we? Dat dingetje hebben. Ja, even kijken. We hebben 4 tokens, dus ja. Even zien. Reflex, sight. Ja, doe dat maar, want dat moet gewoon. Want anders dan komt het niet goed. Dus even zien. Je kunt ook camos unlocken, heb ik gezien. Dus ja. Even kijken. En waar staat die vector? Wat is dat? Assault rifles dan ofzo? Staat die? Oh, de honey badger. Oh, hier. Honey badger. Laten we daarvoor gaan. Wow, integrated silencer. Wow, dat is wel heel mooi. Oké, vanaf dit punt gaan we denk ik sparen voor de honey badger. Dus, ja. Oh, is dit nieuw? Is dit een nieuwe map? Of zo? Overlord. Hey, nieuwe map. Yay. Customize each squad member. Which one is own perk package? To be ready for any situation that might be thrown at you. Ja, heel leuk en aardig game. Als je dit een beetje eerder had verteld, dan had ik er meer aan gehad, hè. Zet ik op game, weet ik voor players. GG. Dus even kijken. Maar ik heb nog steeds een grote liefde voor Ghost. Call of Duty Ghost. Ik vind het echt gewoon gewoon een goede Call of Duty. Ik vind het echt, dit vind ik persoonlijk nog een betere Call of Duty dan MW3. Of nou ja. Eigenlijk, ik vind het hele kill systeem denk ik van MW3 gewoon beter. Met het levelen van wapens, dat is echt makkelijker. Maar ik denk dat ik er gewoon een beetje in moet komen en alles. Maar ik vind de graphics en hoe het beeld eruit ziet, vind ik van Ghost echt veel beter. En deze map ga ik awesome vinden, want ik hou van desert maps. Dus dat is gewoon episch. Oh god, nou daar komen ze volgens mij hoor. Dan komt het gedrocht. Ik ga even liggen hoor. Ik ga even het vorige salamander spelen. Even kijken. Kom dan hè. Kom dan. Yeah. Oh.
Wou ik pakken, hoor. Wou ik hebben. Yeah, goed zo, trusten. Wat weer een assist. Oh, kut. Ja, god, jezus, reloaden, Ronald. Dit schiet niet op, dit. Oké. Okay. Oh my god, ik doe zoveel moeite. En... jezus. Soms druk ik maar gewoon op wat controls en heb ik geen idee wat ik uitspook. Dat is wel heel... Hey, jou zag ik daar wel. Ja, jou zag hij daar wel. Jouw hoofd. Ja, jou zag ik daarmee niet, want je komt van achter. Ik heb zo het gevoel dat er heel veel Black Ops 2 mensen in zitten. Want dat hele kill ding, ik vind het fijn. Omdat ik snel mensen kan killen van lange afstand. Maar zij kunnen mij heel snel killen en dat vind ik niet zo leuk. Dus ik vind gewoon, neutraliseer het even wel je game, please. Patch die meuk. Ik weet dat er binnen een week een patch uitkomt. Echt gewoon, ik durf het fucking eet op te leggen, want... Het is altijd zo, er wordt altijd een patch uitgevoerd, schouder game uit is. Want dan is dit weer niet goed, of dat is weer niet goed. Het is gewoon wie dit heeft uitgevonden, die heeft volgens mij een passagier te zuipen voor die dit heeft gedaan. Want dat kill systeem, dat is gewoon echt zo dronken als het maar kan zijn, echt. Zoals bij Crash 3 is het niet zo erg gedaan, wat je snel gekillt. Zie je, maar ik heb hem wel redelijk snel dood. Oh god, jezus. Kijk, en dan is het gewoon pio en je bent gewoon kasjewijlen. Dus zuur. Nou ja, we houden erover op. We gaan het beste ervan maken, vind ik zo. Eens even zien. Ik vind trouwens de support echt fantastisch. Echt, het is gigantisch. Heel blij mee. Echt, bedankt jongens. Echt gewoon, jullie vinden Call of Duty Ghosts. Echt super episch. En ik ook, daarom doe ik het ook. Kijk, dan wachten we eventjes, want er zit daar nog één. Ja, ik wist het. Oké, dank u. En dank u. En laten we voor de verandering eens proberen om vandaag dat 100 kills streakje te krijgen. Van maar liefst 50, of 5 kills. Laten we het proberen. Ik zie niet dat het lukt. Oh god, jezus, nee. Laat mij, please. Nou, er is hier niemand, oké. Oh, hi. Ik schrok me even de tyfus, maar goed. Oh my god. En ja, we staan met z'n drieën hier boven, daar. Jongens, het is gezellig hier. Ik ga maar naar beneden, hoor. Ik ben weg hier. Doeg. Ik ga wat boeiends doen, hoor. Ik weet niet of jullie er zin in hebben, maar ik ga wat boeiends doen. Eens even zien. Waar is hij nou? I'm scared as hell. Please, where are you? Oh god, dat gaat zo meteen erg druk worden hier, denk ik. Yes, zet kom. Nee, wat van boven was een allemaal teammates. Ik moet zo moeten doen om zo'n 3 killstreakje bij elkaar te spelen, hè? Echt zo slecht. Oh, hierboven. Nee, hier beneden. Daarboven. Nee, dood. Oké. Okay. Yes. Oh god, doe me een lol. Leuke map wel trouwens, dat moet ik wel toegeven. Het is chaotisch, maar het is wel leuk. Hey dudes. Hoe kunnen jullie allemaal zijn? Goed zo, kill ze. Ik ben er ook wel. Oh my god. Ik moet denk ik omslaan van het hele Call of Duty Black Ops 2 en MW3 systeem naar dit. Want ik ben zo gewend dat ik meer killruimte heb en meer schietruimte. Nou moet ik gewoon meteen bam recht in zijn bakkes gaan schieten. En eerst lukt mij dat nooit. Kijk, dit bedoel ik ook weer. Ding heeft gewoon te veel recoil. Echt zo niet leuk gewoon. Misschien moet ik gewoon eens een stifty laag zetten. Laten we dat eens doen. Misschien speel ik ook met de hoogte een stifty. En daar zit gewoon een gast met een hoofd daarboven. Ja, uppakee. Comeback kill. Dat is 300. Oké. En naar binnen. Ja, buskill, naar binnen, wegwezen hier. Wegwezen. Yeah, jij ook dood. Zet kom. Dat is dus een UAV-ding. Voor degene die het niet weet. Oh nee, jezus man. Echt, mijn teammates zijn ook waardeloos. Ze kunnen niet eens zo'n gastje aan, nee. Ik heb gewoon geen dekking van hun. Kijk, dit speelt wel wat accuraat, moet ik toegeven. Oh god, nee. Ik zat er toch achter? I don't get it. Even kijken. Oké, goed. Naar boven toe.
Wacht, ik zie daar wat. Daar beweegt iets. Ho, daar beweegt wel meer daar beneden. Heb ik wat gekild? Dat was ik niet, natuurlijk. Was ik dat niet, want ik kan dat niet. Zien we die nog? Laten we hier even achter gaan zitten. Oké, dan. Ik ben ook denk ik een stuk comfortabeler als dit ding wat meer korrels heeft. Want dit ding heeft gewoon korrels, wat gewoon niks is. Oh, shit, gek! Oh, wat? Dat hoort... Kijk, dat bedoel ik dan weer, hè. Zij kunnen mij instant killen. Nou, dat is waarschijnlijk gewoon net zoals Crysis. Want dat gaat ook zo. Hup, dood. Hey. Dat is cool. Yes. Ik ga maar lekker af, doei. Ik let misschien ook te veel op de minimap. Moet ik denk ik niet doen. Dude, wat sta... What the fuck heb jij voor wapen net zo al? Jij bent level 6 alweer. Oh shit, gek. Die had waarschijnlijk eerder het killsysteem door dan ik. Zullen we zien. Oké. Gast, ga uit mij, wil je? En dat klonk heel fout. Ja, vanuit de hangar. Achter mij weer. En met mijn teammates. Moet je zien. Moet je mijn team zien. Ik sta fucking bij de MVP van het hele team. Dat hoor ik niet te staan, omdat ik het ben. Kijk, dit is nog zoiets. Waarom moeten ze nou weer van de zijkant komen? Ga gewoon... I don't know anymore. Ik denk gewoon dat deze map... complete... Nou ja, laat ik maar. Ik ga er niet over beginnen. Echt niet. Up. Wauw, was dat een headshot? Dat vind ik heel knap voor mij. Maar ja, als je het zo ook gaat kijken... Ja, trusten. Payback, bitch. Niet op mij, alsjeblieft, want ik ben weer de enige die wordt aangevallen. Oh! Jongens, ik heb een setcom voor ons. Nou, alsjeblieft. Meewerken met die meuk. Oké. Ja, dek die kant. Dek die kant maar. Nee! Oh, niemand was weer bij mij, hè. Waarom helpt niemand mij nou ook? Zo krijg ik het ook nooit... What the fuck? Kijk, dit is nog zoiets. Daar hoor je in Black Ops 2 tegenop te kunnen en hier niet. Echt. Sommige dingen vind ik een beetje raar bij Call of Duty Ghost. Maar goed, kun je ze verwennen, denk ik. Ja. Oh, ja. Dat was gewoon mijn fout. Daar kan ik ook niks tegen doen. Even zien, hoor. Ik vind het een leuke map. Echt serieus waar. Het is zo grappig, want je hebt dit binnenstuk hier en je kan er heel hard aan toe gaan. En dan heb je er buiten en zo. Het heeft iets. En dat vind ik wel cool, dat het wat heeft. Hey, payback. Oh, achter mij. Ik weet donders goed dat hier iemand zit. Echt serieus. Ja, hier is hier naar boven gegaan waarschijnlijk. Of niet natuurlijk. I don't know. Er zijn hier wel peoples. Ik denk niet dat we zo blij moeten zijn dat ze nou hier in dit huis kunnen gaan zitten. Want dan kunnen ze om hoekjes gaan campen. En dat vind ik niet zo fijn. Want, nou ja. Even zien. Laten we dit stukje eens even gaan securen. Zeker weten dat hier niemand is. Oh, wat? Ja. Logisch. Nee, serieus, dat was een beetje logisch. Ik let er niet op. Oh, verdorie. Waarom word ik steeds... Oh, zo angry. Hij wordt alleen maar gedefeat. Echt niet cool gewoon. 20 om 19! Ik sta voor de eerste keer niet negatief. Ik maak wel kills. Ik heb er wel lol in. Alleen sommige dingen vind ik gewoon een beetje... Eens even zien. Zo, we gaan er even uit. Want jongens, ik ga het hier beladen voor vandaag. Sorry voor een beetje de negatieve aflevering. De volgende aflevering zal helemaal weer crazy zijn. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om even een like achter te laten. En als je dit een leuke aflevering vond, abonneer even voor meer Call of Duty Ghost. En je kunt me even volgen op Twitter. @ShadowGames23. Oh, dat zijn wel level 5 trouwens. Dat is nice. En ja, op mijn Twitter dan zie je wanneer deze serie geüpload wordt en al die meuk. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.